Het nieuwe collectiegebouw. Een grote schat, een schatkamer. Het is wel een ontwerp waarvan je denkt van er staat iets. Een krankzinnig mooi spiegelend gebouw dat de prachtige groene omgeving van het museumpark op een waanzinnige manier verdubbelt. Maar zou het niet leuk zijn om een publiek toegankelijk depot te bouwen? Het allerbelangrijkste aan het nieuwe depot is dat we een plek krijgen waar alles goed bewaard kan worden. Want onze depots zijn vol. Ze zijn niet meer voldoende om onze werken goed op te kunnen slaan. Ze stromen regelmatig onder water. Ze zijn onveilig en afgekeurd al jaren. Als depot onder water, ja, dan heb je rampen. We komen tot nu toe vooral in het nieuws omdat mensen heel ongerust zijn. Hè, en terecht over de bomen en over de toegankelijkheid. Alle bomen die we hebben weggehaald zitten op het dak terug met een paviljoen erin. Maar het is maar een potje. Met uitzicht over de hele stad. Wat wij graag willen is dat het er nog veel groener wordt dan dat het nu is. Ja, en dat maakt het ook mogelijk om dit grindterrein dan ook nog eens te verbeteren en aantrekkelijker te maken. Wat natuurlijk lastig is, is dat er 2 jaar wordt gebouwd. Overlast heb je natuurlijk met bouw altijd. Rotterdam zonder bouwen, wie kan het zich voorstellen? Het park zelf krijgt een gebouw dat ongeveer 2% van het oppervlak van het park beslaat. Nou, half voetbalveld. Naast dat gebouw kan alles nog. Alle festivals die nu plaatsvinden, dus de bioscoop in de zomer, de parade in de lente en noem maar op. Ik vind het wel heel belangrijk dat ook de stad daar trots op is. Het is een enorme magneet voor de stad. Die zo'n anonieme blokkendoos, echt iets wat eruit springt. En als we nou toch zo'n prachtige voorziening voor onszelf gaan bouwen, waarom zouden we dat wat wij doen dan niet ook ter beschikking stellen aan particulieren die verzamelen? Wij kunnen aan heel veel expertise en kwaliteit aanbieden, maar voor ons zijn het misschien wel de nieuwe Boijmansen en Van Beuningens. Een hele mooie en financieel gezonde voorziening. Ja, daar ben ik wel trots op. Ik denk dat het een icoon voor de stad kan zijn. Ja, echt een aanwinst. En dan kun je er nog in ook en is er nog wat te doen ook. Nou, en je kunt er wat leren. Ja, perfect. Moet je nog meer? Een uitdaging. En die gaan we graag aan.